Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van TTM TV. Mijn naam is Arjan Veldhoven en hier naast mij zit Luc. Dit is Luc. Heel lang geleden was hij ook een YouTuber, maar tegenwoordig niet meer. Nee. Hij is alleen maar gamer. Wat doe je ook weer voor games? League of Legends, Trove, America's Army. Heel af en toe ook nog Minecraft, maar dat niet heel veel meer. En wat is je game naam? YOLO Lucky. YOLO Lucky mensen, ja. Dat is hem. We zijn vandaag onderweg voor Dakar. Denk nou niet dat we onderweg zijn naar Buenos Aires of Bolivia of Peru of wat dan ook, nee. Helaas niet. We gaan naar Maurik, het eiland van Maurik, want daar is vandaag de Dutch Dakar Challenge. Wordt interessant, off-road, Dutch Dakar trucks, wordt hartstikke gaaf. Ik heb er zin in, jij? Ik ook, ja. Oké, let's go. Nou, volgens mij zie ik hier toch minstens één oude bekende staan. De Nissan daar in het midden, vet, verlengd. Die hebben wij getest. En een van de twee Amaroks ook, maar ik weet niet meer welke. Nou, daar zijn we op de Dutch Dakar Challenge. Het regent, dus u ziet hier ons onder de paraplu. Maar gezellig is het wel, hè? Ja. Ja. Isuzu hebben we gezien, VBR suspension is aanwezig. Nou ja, allemaal merken voor offroad en aanpassingen. Dus gezellige dag hier. Ja. Ja, daar zit Luc. Eens een gamer, altijd een gamer. Gaat het goed, Luc? En als je ook de knop van de rijden, dan gaat het met. We hebben al met wat vierwiel aangedreven voertuigen gereden, maar we hebben ook een echte primeur vandaag. En dat is de Citroën Jumpy in Dangel uitvoering. Nou, als ik Dangel zeg, dan weten jullie dat dat echt 4x4 is. En lekker echt van de gebaande paden af. En zoals je ziet, gaat dat heel lekker. Deze auto is vanaf nu verkrijgbaar. En lees er ook een stukje op bestelauto.nl. Oh ja, en deze enorme krullenbol die je in beeld ziet, die is natuurlijk van Luc. Ja. Dutch Dakar Challenge. Dat je een stukje mee kan rijden met de Dakar trucks. De trucks rijden nog steeds rond hier op het eiland van Maurik bij de Dutch Dakar Challenge. Ik heb het echt ongelooflijk naar mijn zin gehad. En ik ook.
Dus nou ja, samen was het een fantastische dag. Dankjewel voor alle initiatiefnemers. Samen zeggen wij tot ziens en graag tot de volgende keer. Vond je dit filmpje leuk? Geef een duimpje en tot de volgende keer. Hoi! Hoi!